Kijk nou hoe prachtig het nieuwe gedeelte eruit ziet. Mooie kraampjes, grote stijgers en lieve kijkers. Jongens, welkom bij een nieuwe Content Veen video. We staan hier in het... Waar staan we? Op de grote brug staan we. De wolken staan aan, die staan normaal uit. Ik weet niet waarom ze ineens aanstaan, maar dat maakt allemaal niet uit. Welkom bij deze nieuwe video. In de vorige video heb ik een mega grote timelapse gedaan, jongens. Dat was de laatste video van 2021. Of nee, 2022 al. Jee, maar wat gaat de tijd weer snel? Daarin heb ik jullie een paar mooie shots laten zien van de stad. En ik heb dit hele gebied hier één grote upgrade gegeven. Laten we er even doorheen lopen. Dat heb ik vorige aflevering helemaal niet gedaan. Dat was maar een video van 4 minuten. Letterlijk. Deze video is een video van 4 minuten. De laatste video van 2022. Kijk even. Nee, daarin jongens heb ik ten eerste het huis van Fred gebouwd. En ja, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Hij is hartstikke groen. En ik vond het een leuke toevoeging aan de stad. We hadden al alle soorten kleuren. We hadden al rood, we hadden al wit. We hadden al een beetje daar geel. Steen en hout en weet ik wat. Maar groen was er nog niet. En wat is het mooi. Ik vind het jammer dat niet meerdere huizen groen zijn in de stad. Ik vind het echt een hele leuke toevoeging. Maar daar kan Fred wonen. Ik weet niet waar Fred nu is, wat hij allemaal aan het doen is. Maar zijn huis... huisje is af en het leukste aan het huisje van Fred, jongens. Kijk, daar ben ik echt heel trots op, is vooral de achterkant. Want als je naar binnen loopt, zo, kijk. Mooi, hè? Het is gewoon open. Maar wat we nog meer gedaan hebben, is... we hebben hier overal wat stijgers geplaatst. Dit is een mega stijger. Daar heb je een stijger. Hier is een stijger. Daar is een stijger. Ik dacht, dit is het industrieterrein. Laten we het ook maar dan laten lijken op een industrieterrein. Dan hebben we eindelijk een keer een trappetje hier toegevoegd. Zodat mensen gewoon normaal naar beneden kunnen lopen en naar boven. Zonder dat ze om moeten lopen. Hier is wat ijzer opgeslagen. Maar dit is natuurlijk de ijzerfabriek. Een kraampje waar misschien dingetjes verkocht kunnen worden. Leuke details. Een bankje waar je kan zitten. Zelfde aan de andere kant. Gewoon allemaal hier karretjes, opslag. Nog een karretje, een hijskraan. Weet ik voor wat voor... ja, gewoon letterlijk allemaal troep eigenlijk. Maar het ziet er heel leuk uit. Dan is de begraafplaats hierboven eindelijk een keertje gefixt. Ziet er leuk uit. Dan als we nog even omhoog lopen. Hebben we ook wat nieuwe dingetjes toegevoegd. Nog meer graven en eindelijk een keer een huisje hier. Dit is denk ik het begraafplaatshuisje. Ja, hij is nog leeg, maar als iemand er ooit iets mee wil doen... dan mag dat wat mij betreft. Dan hebben wij verder nog de hele dam. Ja, dat is ook wel leuk om te laten zien. Oh nee, trouwens, ik vergeet één groot iets. Hier heb je twee minecarretjes met erin allemaal oors en zo. Die gaan nu eindelijk over het grote spoor heen. Dus het is niet meer leeg, weet je. Het ziet er goed uit. En dan hier beneden is het eindelijk ook een keertje gezellig opgevuld. Dan heb ik hier gewoon wat meloenetjes, wat kraampjes leuk. Een hijskraan die het water ingaat voor Floor de interieurwinkel. En aan de andere kant wat kraampjes, wat hout opgeslagen. Dit vind ik echt heel leuk. Wacht, als we het water even ingaan zo. Een molentje. Die water brengt naar dat plekje daar. Ik weet niet waarom hij het doet, maar ik vond het een zo leuk idee om te bouwen. Dus ik heb het gedaan. Een klein molentje. Een waterrat. Ik denk dat dat het beste woord is om te zeggen. Waterrat. Dan is er ook nog een trap gemaakt, jongens. Rechtstreeks naar de dam. Dit zat er natuurlijk al, waar ik nu overheen loop. Maar als wij hier verder omhoog lopen, hebben we hier gelijk ook een mooie trap. En als ik daar omhoog loop, oh jongens, dan ben ik hier blij mee. Kijk waar je dan uitkomt. Kom je zo hop. Dan kom je midden op de dam uit. Hoe leuk is dat nou? Kan je eindelijk gewoon vanaf hier ook naar beneden. Aan de andere kant wordt de trap nog gebouwd. Die staat compleet in de stijgers. En het verhaal gaat natuurlijk zijn, die gaat nooit afgebouwd worden. Want het is het industrieterrein. Dus wordt altijd gebouwd. En that's it. Ja, ik heb de tunnel. Is daar een beetje anders gemaakt. Ja, stijgertjes hier en daar. Daar wat ramen toegevoegd. Zodat het lijkt alsof onder de vuurwerkfabriek ook nog huizen zijn. Niet verklappen. Maar het is er eigenlijk niet. En that's it, denk ik, jongens. Ja, jullie hebben het natuurlijk allemaal in de vorige video gezien. Nogmaals. Deze video. Gewoon even kijken. Het is letterlijk een video van 4 minuten. Het is gewoon één grote timelapse. Echt hartstikke leuk om te zien. Ja, that's it, I guess, hè. Ik heb voor de rest... ja, het klinkt nu als heel weinig. Maar ik heb dat allemaal gebouwd in 1 of 2 dagen. Ik heb gewoon non-stop Minecraft gespeeld. Maar goed, de planning voor vandaag, jongens. Ik heb nu al genoeg gepraat over vorige delen en weet ik wat allemaal. De planning voor vandaag is wel even een verdrietig dingetje. Want er zitten daar overal kerstdingetjes. Dat heeft Rick ooit gebouwd, maar kerst is weer voorbij, jongens. Al die dingen daar mogen weer weg. Het moet weer opgeruimd worden. Dus laat ik dan maar even de Grinch zijn. Dat heeft Rick dit allemaal gebouwd en dan ga ik het weer weghalen, weet je? Ben ik de boeman. Ah joh, iemand moet het doen, hè. Iemand moet het weghalen. Dus het kan beter dan ik het even gelijk doen. En jongens, ik vind dat jullie even in de reacties jullie goede voornemens moeten achterlaten. Want ik bedoel, het is inmiddels dus 2023 waar we in leven. Niet normaal. Niet normaal inmiddels alweer, weet je. We worden oud. Je kent het riedeltje wel. Maar wat zijn jouw goede voornemens? Ben ik wel heel benieuwd naar. Zo, er zijn bijna al die zuurstokken weg. Oh ja, nog een dingetje, jongens. In die video waar ik het net over had. Deze video. Heb ik ook verteld of aangekondigd dat Content Veen Seizoen 2, dat waar we nu in spelen, helaas zal stoppen begin dit jaar, jongens. Wanneer Minecraft 1.20 uit zal komen volgens het internet is het in januari 2023. Dus dat is ergens deze maand. Op dat moment zal deze server stoppen en dan gaan we Content Veen Seizoen 3 starten. Oftewel, gaan we weer helemaal opnieuw beginnen. Nieuwe wereld.
nieuwe kansen, nieuwe bouwwerken, nieuwe weet ik veel wat. Gaan we deze prachtige stad een keertje... Ik ga die wolken uitzetten, ik vind het zo lelijk. Clouds off, doei. Hij is weg. Maar dan gaan we deze prachtige wereld een keertje achter ons laten, jongens. Zodat we aan wat nieuws kunnen beginnen. En dan ben ik zo benieuwd waar we gaan beginnen. Wat we dan allemaal weer gaan bouwen. Dus als je hyped bent voor seizoen 3, jongens. Laat dan alvast even een likeje achter. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan gewoon eventjes. Want ik bedoel... Dan mis je het nieuwe seizoen gewoon niet. Oké, de zuurstokken hier zijn weg, volgens mij. Althans, merendeels. Nu is het tijd dat het sneeuw even weggaat. Zo, dat kunnen we gelukkig met een schepje doen. Dus het sneeuw ook weer even weg. Dan is het wel weer even netjes opgeruimd. Dan heb ik wel weer wat meer rust in mijn hoofd. Want het was altijd zo druk met al dat sneeuw overal. En weet ik voor wat allemaal. Nee, het is het nieuwe jaar. Het eerste wat we doen is gewoon alle gezellige cash weer slopen. Weghalen. Weg ermee. Ik zie wel dat ik heel veel blokken even moet halen. Want Rick heeft dit waarschijnlijk gebouwd. En tegelijkertijd natuurlijk ook best wel wat blokjes gesloopt. Om het te vervangen voor sneeuw. Is niet erg natuurlijk. Maar dan moeten we het nu wel weer even repareren. De banners mogen ook weg zo. Ongezellig ineens. Gewoon dit allemaal van mij. Je Frederikshuis is dan ook eindelijk weer een keertje gewoon ter beschikking. Zo. Hoppakee. Kunnen ook gewoon weer naar binnen lopen. Ik moet even wat blokken ophalen. Want er zijn zoveel gaten in de vloer ineens. Zo, al het sneeuw op het ijs moet natuurlijk ook weg. En ik denk dat we zelfs het ijs moeten gaan slopen. Maar dat is nog best wel even een dingetje hoor, jongens. Dat ijs slopen. Dat gaat best nog wel een ingewikkeld taakje worden. Denk ik. Ik weet het niet zeker. Oké, het sneeuw is nu overal weg. In ieder geval beneden hier. En als het goed is ook op de pier en zo. Laten we even kijken. Oh, er stond een skeleton. Ja, hier is het overal weg. Daarboven natuurlijk nog niet. Maar daar komen we zo. Maar eerst het ijs. En deze skeleton vooral. Kijk, nu verdrinkt hij. Weet je, ik leid je. Los je al uit je lijden, dat was hem. Gaat dit ingrijpend zijn? Gaat dit... Oeh, ja, want het water gaat heel vervelend doen. Nee, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik moet buckets met water meenemen, maar dat gaat dit zoveel langer duren dan verwacht. Oh, want het water zit natuurlijk niet op hetzelfde niveau, dus dit gaat... Oh, trouwens, wacht, misschien kan ik wel gewoon als ik het zo doe... En dan alleen hier water toevoegen, zo. En dan hier, wat gebeurt er dan? Nee, daar gebeurt niks, laat maar. Dit gaat echt nog wel een dingetje worden. Maar in principe hoef ik echt alleen maar die randjes te doen. Dus als ik gewoon de middenkant binnen weghaal. Hier de middenkant, wat zeg ik nou? De binnenkant weghaal. Niet in het waterval wat me wel overkomt. Maar zo dit allemaal weghaal. En dan nu kijk. Ja, dan gaat het al. Zie je? Dit is eigenlijk toch iets minder werk dan ik had verwacht. Het valt allemaal wel mee. Als ik het gewoon voorzichtig doe, komt het wel goed. Waarom duurt dit ijs ineens zo lang? Dit dikke blauwe ijsje hier. Huh? De rest gaat zo snel. Het gaat allemaal zoals dit. En dit dikke blauwe ijsje duurt echt eeuwen om te hakken. Hoezo zwemt er nou in één keer weer een heks? Waar kom jij vandaan? En wat zit je ding om me te gooien? Ga eens weg. Laat me eens met rust. Ik ben gewoon vredig hier. De Grinch een beetje aan het uithangen en sneeuw aan het slopen. Of ijs. Nee, laat me met rust. Stop nou eens met gooien, joh. Rotbeest. Ze blijft het ook proberen, hè? Alleen het lukt niet helemaal. Oh, mijn god. Het ijs is eindelijk weg. Nu nog het laatste beetje water fixen. Of laatste stukjes water. En dan is het klaar. Kijk, het enige wat ik hoef te doen is volgens mij zo een beetje af en toe. Of die lighter af te doen, anders vlieg ik telkens. Dat is irritant. Kijk, alleen op die dingen hoef ik het te doen. En om de hoekjes. Want volgens mij neemt hij dan alles wel vanzelf de hele tijd over. Volgens mij is het wel zo simpel. Hoop ik dan, hè. Op zijn minst. Wat geeft dit een rust in mijn hoofd, jongens. Kijk, het ziet er gewoon weer uit zoals dat het er ooit uitzag. Zeker als we er even overheen gaan vliegen. Moet je het verschil zien. Oh mijn god, wat een rust. Het was mooi en leuk de kerst. Maar hier ben ik toch wel heel blij mee. Nou, dan laten we nu even de rest nog weghalen. En dan zijn we helemaal klaar. Oké, jongens, volgens mij is al het sneeuw weggehaald. En kijk wat voor een schade het eigenlijk gedaan heeft om het weg te halen. Ik ga het nu allemaal repareren. Ik had het natuurlijk niet zo achterlaten. Ik denk dat ik deze ook nog maar weg ga halen. Maar alleen mijn inventory zit natuurlijk helemaal vol met troepen en zo. De schade die het achter heeft gelaten is best wel insane. Er zijn overal gaten en weet ik wat allemaal. Omdat het natuurlijk heel erg in de grond zat, al dat sneeuw. Maar het is niet erg, dat lossen we zo op. Dus laten we even wat spulletjes wegleggen en nieuwe spulletjes halen. En dan dit mannetje hier ook slopen. Oh, dit moet ook weg nog. Even zo, kijk. Al het sneeuw gewoon, weet je. Er mag geen sneeuw meer over zijn. Oh, kijk, hier zit ook nog sneeuw. Laten we even één laatste goede sweep doen. Even één keer goed kijken of we echt alles hebben gehad. Elk sneeuwblokje. Volgens mij wel. Oh, nee, kijk, de hele boom zit nog vol sneeuw. Oh, my days. Dit zit nog helemaal vol sneeuw. Zo, volgens mij is nu daadwerkelijk alles. Even kijken. Ja, oh, nu moet dat even gerepareerd worden. En dan ziet het er gewoon eindelijk weer eens uit zoals het hoort, weet je. En het sneeuw was leuk, ik blijf het zeggen hoor. Maar ik mis wel gewoon de originele bult, weet je. Gewoon het mooie groene en het steen en de combinaties van alles en zo. Daar was heel erg over nagedacht toen. Vind ik gewoon leuk om terug te zien. Goed, dan hebben we steen nodig. Dan hebben we ook cobblestone een beetje nodig. We hebben echt van alles nodig om dit eventjes te repareren, jongens. Hebben we gras nodig? Ja. Is dat genoeg? Ga ik niet. Ik denk het niet. We hebben leaves nodig. We hebben rode bloemetjes nodig. We hebben boommeel nodig. And I guess that's it. Toch? Of hebben we nog meer nodig? Ik weet het niet. Volgens mij heb ik niet veel meer nodig dan dat ik nu bij me heb. Misschien nog wat extra gras, maar ik weet niet of ik dat heb. En dan gebruiken we gewoon dirt en dan wordt het vanzelf gras. Oké, laten we beginnen met dit dus helemaal opvullen met gras. Daarom vraag ik me af of ik genoeg ga hebben. Ik heb namelijk... Nee, dat gaat nooit genoeg zijn. Nee. Dan moeten we even wat gras bijhalen. Dat is nu al op.
Twee gras heb ik hier nog. Nog één gras. ik denk niet dat we... Oh, 11 gras. Ik ben gewoon echt overal en nergens een beetje gras aan het rapen. Misschien is 14 wel genoeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nee. We komen er 9 tekort. 9 grasblokjes. Ik was wel in het boerengebied hier ergens opgeslagen. 9 simpele grasblokjes, jongens. Meer niet. Nee. We hebben het niet. Oh, jawel. We hebben heel veel zelfs. Oh, joh. Wat zitten we allemaal moeilijk te doen? Niks aan de hand. Boom, 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 boom. Oké. Dan nu. Gaan we heel even hetzelfde patroontje maken als aan de andere kant. Dus 1, 2, 3. Of nee, volgens mij ging dat zo. 1, 2, 3. Even kijken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan hier. Boom, 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 boom. Klopt dit vergeleken met de andere kant? Ja. En dan voor de rest alleen maar kleine grasblokjes. Letterlijk alleen maar kleine. Hoe ga ik dat doen? Gewoon met boomwiel en dan de grote slopen? Dan komt er letterlijk alleen een grote. Dit is denk ik niet de manier waarop ik dit toen gedaan heb, jongens. Ik denk dat ik dit gedaan heb met een schaar maken. Dan met die schaar heel veel gras hakken. En dan dat gras gewoon daar plaatsen. Ik denk dat ik dat ook gewoon nog een keer ga doen. Dan heb ik wel even een schaar nodig. Dat kunnen we maken. Zo. En dan moet ik alleen even gras hakken. Gewoon letterlijk gras. Oh, auw, laag gras. Dat kan ik vast wel hier... Nou, een beetje... Nee, trouwens, ik weet wel waar ik dat kan vinden. Voorbij het boerengebied hier, oh. Kijk, hier. Hier. Dit is precies wat ik nodig heb. Gewoon heel veel gras moet ik hebben. Simpeler kan ik het eigenlijk niet maken. Zo, dan hebben we bijna 3 stek gras. Dat zal wel genoeg zijn, denk ik. En vooral hoop ik. Het gooi even allemaal weg, die extra troepjes. Die hebben we niet meer nodig. Zo. Kunnen we het gras er mooi omheen planten, zo. Hoppakee. Oh, dat ziet er weer goed uit, hé. Ga ik dat gelijk gebruiken voor hier aan de andere kant. Hier, kijk. Hier mist namelijk ook nog af en toe een grasblok. Zo ben ik achtergekomen. Dan irriteer ik me altijd al aan. Maar ja, ik dacht, dat ga ik gewoon nooit meer fixen, weet je. Wanneer ga ik dat nou ooit fixen? Maar zo, nu is het gefixt. En dan zie ik dat de boom heel donker is. Dus laten we even kijken of we daar een paar... Kijk, daar bijvoorbeeld hoort gewoon een lantern aan. Zie ik nu al. Hier hoort een lantern aan. Je zou zeggen dat daar ook een chain moet hangen, toch? Niet eens. Kunnen we het even fixen door gewoon... Oh, we hebben geen lantern of chain bij ons. Moeten we ook ophalen. Jezus, hé, wat vliegen we veel heen en weer. Zo, hier hebben we allemaal chains. Dan hebben we nog genoeg vuurwerk in een kistje hier. Oeh, dat moeten we heel even kopen. Dus nemen we deze 3 diamonds mee. Dan zijn we ook weer blut, jongens, officieel. Zijn we officieel gewoon weer blut. Die vind ik wel pittig. Dat vind ik wel een taaie. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, zo, denk ik, ja. Gaan we die chain mooi gebruiken door hier te plaatsen. En dan daaraan hangen wij de lantern. Hoppakee, iets meer belichting. Hier is het ook nog wel heel donker, moet ik zeggen. Maar dat komt allemaal wel. We gaan gewoon lekker slapen. En dan is het sowieso overal licht. Volgende stap is het pad gewoon weer oplossen. Het pad ziet er namelijk helemaal niet meer mooi uit. Dat is helemaal compleet gemolesteerd. Maar dat gaan wij oplossen, jongens. Daar zijn wij de bouwer voor. Daar zijn wij de stadsbouwer voor. Zo, pad is hier opgelost. Op zijn minst hier helemaal rondom. Dus dat ziet er goed uit. Nu even dat mannetje van Rick weghalen. Sorry Rick, het spijt me. Maar de kleine kerstman die moet gaan. De kleine kerstman moet terug naar de Noordpool. Anders heeft hij niet genoeg tijd om nieuwe cadeautjes te maken. Hey, Justin joint. Wat gezellig. Justin zegt dat het bijna alweer kerst is. Dus dat het zonde is dat ik het allemaal weghaal. Justin? Je snapt volgens mij niet hoe jaren werken. Moet jij de rommel weer opruimen? Ja, Justin. Ja, erg, hè? Moet ik het weer doen? Zij bouwen het en mag ik het weer opruimen? Zou ik niet pikken. Justin zit lekker te stoken. Zo, dan moeten we dit rondje hier even een keertje weer maken. Want daar klopt echt helemaal geen reet meer van. Even eerst wat spullen weggooien. Ik heb veel te veel dingen bij me. Wat gaan we weggooien? Die kwarts. Nou, trouwens, dat is van Rick. Dan stoppen wij zijn brieven. We stoppen zijn kerstman in de brievenbus. Je hebt je kerstman terug, Rick. Hier liggen ook nog allemaal spulletjes van hem. Zo, kerstman zit in de brievenbus. Hoe heb ik dit gedaan? Zo. En dan vervolgens zo, zo, zo hier. En dan vervolgens nog één keertje, denk ik. Zo, zo, zo. Zo, juist. Zo heb ik het gedaan. Kijk, en nu heeft Rick ook gewoon een keertje weer een normale ingang voor zijn huis. Weet je, dat klopte ook al die tijd allemaal niet meer. We moeten nog even eentje misschien. Kijk, wat we nou kunnen doen om het even mooi te maken voor Rick is zo. Dan vervolgens zo, 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 zo. Dit helemaal door laten lopen. Kijk, Rick. Ik help je gewoon met je huisje. Wat vind je er nou van? Dan kan bij Anne de vloer hier ook een keertje op een hoger niveautje zoals dit. Eventjes. Het zat al die tijd... Het klopte allemaal altijd hier net niet, weet je. Het zag er wel mooi uit, maar het klopte gewoon net niet. Dus zijn wij gewoon even een goede buurman. Dan moet ik zeggen, nu klopt het nog steeds niet helemaal omdat de vloer hier zo'n stuk hoger is. Maar we kunnen... Ja, weet je, het ziet er beter uit dan eerst. Kunnen we altijd nog een keertje even naar kijken om het te fixen. Zo, hoppakee. Klopt in ieder geval iets meer. Alleen dit rare dingetje hier klopt niet. De vloer hier een stuk hoger is. Dat vind ik heel raar. Dat vind ik echt heel raar. Maar ja, dat maakt het plein wel weer rond, weet je. Nu is het plein gewoon rond zoals het ooit was. Oké. Dan denk ik dat alles hier weer gefixt is. Oh nee, kijk. Rode bloemen hier. Moet weer een rode bloem op. Hoppakee. En dan that's it even voor nu. Ja, dan vind ik het eigenlijk al mooi geweest zo.
Dan wil ik volgende aflevering, jongens, wil ik een lijstje gaan maken met dingen die af moeten voordat de server gaat stoppen. Voordat we doorgaan naar het nieuwe seizoen, naar de nieuwe survival. Wil ik even echt een groot lijstje maken met dingen die nog gedaan moeten worden. Zoals dit hierboven moet allemaal nog gebouwd worden. Er moeten nog kleine dingetjes in het oude gebied een keertje afgemaakt worden. Het boerengebied moet af. Dus heb jij nou dingen die nog afgemaakt moeten worden? Of waarvan jij dacht, hey Max, daar ben je eigenlijk nog nooit mee klaar, weet je? Laat het even weten in de reacties. Ik heb echt jullie reacties nodig. Gaan we volgende aflevering een muur bouwen. Zoals de kerk trouwens. Hij zegt, ik ga poepen, doeg. Dankjewel, Justin. Zoals de kerk. De kerk is ook nog helemaal nooit ingericht. Dat is een van de oudste gebouwen in de stad. Dus heb jij nou nog meer van dat soort dingen? Laat het even zeker weten. Want ik wil deze stad achterlaten. Waarvan ik kan denken, wauw, echt alles is af. Weet je, zoals het industrieterrein hier. Dat begint nu ook langzaam echt af te worden. Als je het zo ziet, slaat helemaal nergens op. Maar laat het alsjeblieft even in de reacties weten. Jullie hebben sowieso nog wel heel veel dingen. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken, te abonneren. En nogmaals, reageer met goede ideeën. Dan gaan we langzaam naar het einde van deze serie. En dan gaan we gelijk. Ik begin aan een nieuwe, dus geen zorgen. We gaan niet stoppen of zo. Het is gewoon boom. Een nieuwe serie, een nieuwe survival. Gaan we gewoon verder. Maar dan opnieuw. Dus dank jullie wel. Vergeet zeker niet te liken. Zeker niet te abonneren. En dan nu. Kijk lekker het vorige content van deel. Dit is die mooie timelapse met mooie shots. En weet ik voor wat allemaal. Hele leuke video om even te kijken. Goede aanrader. Gewoon doen. Nu spreek ik later. Glaasje water telt 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!